Deze inspectietrein doet eigenlijk twee dingen. Ten eerste doet het een videoschouw. In tegenstelling tot vroeger, waarin de schouw handmatig langs het spoor gebeurde, doen we dat nu met camerabeelden die we op kantoor analyseren. Ten tweede, wat hieronder zit, en dat is echt ook heel erg innovatief, zit hier een wisselmeetsysteem op deze trein, wat al rijdend de wissels kan meten. Wissels zijn een gevoelig onderdeel van het spoornetwerk. Dus als de wissels er goed bij liggen en de wissels van een betere kwaliteit zijn en niet meer in storing vallen. En om eerlijk te zijn vallen ze al niet vaak in storing, maar als je dat nog verder kunt terugdringen is dat helemaal mooi. Dan kan je daarmee een veel betere werking van het spoorsysteem in Nederland garanderen. Ja, dit apparaat is gewoon uniek. In de combinatie van zeer nauwkeurige meetapparatuur, het meten op hoge snelheid, het meten om de 3 centimeter, het kunnen inleggen van zo'n apparaat in de reguliere treinpaden. Er hoeven geen sporen meer buiten dienst om wissels door te meten. Je kan het gewoon door de treinloop heen doen, waardoor je uiteindelijk veel minder last hebt voor de treinreiziger. En waardoor je dus een veel betere doorstroming kunt krijgen.